Een café is het, maar dan zonder de drukte en het lawaai. Dat is het nieuwe Kick-Ass Café in Enschede en de letters S van... of eigenlijk de letters ASS van S staan dan voor autisme spectrum stoornis. Mensen die daar last van hebben kunnen 1 keer per maand terecht in de horecagelegenheid in de Performance Factory. Het idee komt van Enschede'er Eline Brouwer. Bij dat project heeft ze inmiddels Madelon Sterk ook aan weten te haken, die haar ondersteunt. Beide zijn bij ons. Goedemiddag. Hi. Hi. Eline, ik begin bij jou. Jij hebt zelf last van autisme. Ja. Moet ik dat zo noemen? Moet ik zeggen, je hebt last van ASS? Of hoe werkt dat tegenwoordig? Ja, allebei mag. Ja. Ja, sommige mensen willen het zelfs geen eens meer een stoornis noemen. Maar ik heb zoiets van, laten we het beestje bij het naampje noemen. Ja. Maar of je nou autisme zegt of ASS, dat maakt mij niks uit. Wat betekent dat voor jou, dat je last hebt van autisme? Als in waar ik last van heb. Ja. Wat maakt jou, hoe is jouw leven anders dan dat gemiddelde? Ja, ik moet er altijd een beetje over nadenken. Ik heb inmiddels mijn leven zo weten in te richten dat ik er heel weinig last meer van heb. Maar waar ik vooral heel veel moeite mee heb gehad, is om andere mensen te begrijpen. In te schatten wanneer iemands lichaamstaal daadwerkelijk het een of het ander betekent. Emoties begrijpen heb ik echt heel veel moeite in moeten steken. Ik heb echt actief moeten leren hoe empathie werkt. Dat kan je gelukkig wel grotendeels aanleren. Maar daar heb ik wel echt de grootste uitdaging in gehad. Ja. Ja. Is het meer wiskunde dan dat het zeg maar voor jou, dan dat het gewoon dat je dat uit jezelf als gevoel hebt? Ja, het is echt aangeleerd gedrag. Niet iets wat ik zoals ieder ander normaal mens ergens als kind heb leren oppikken, maar echt actief, bewust proces. Toen de microfoon nog niet aanstond, toen zei ik, er zit wel een beetje autisme in iedereen, toch? Mm-hmm. En wat zei je toen? Ik zat eerst heel erg moeilijk met mijn ogen te knipperen. En na te denken over wat ik zou gaan zeggen. Enerzijds, autisme of autisten zijn gewoon mensen en hebben een hele hoop menselijk gedrag. Een hele hoop van de dingen waar we last van hebben zijn alleen versterkte menselijke trekjes. Mm-hmm. En het is niet voor niets een stoornis. Je gaat niet naar de huisarts toe met van, ik voel me prima, maar check toch maar even. Ja. Je gaat er naartoe met een gerichte vraag, je krijgt een doorverwijzing met een reden. Omdat het een stoornis is, omdat je belemmerd voelt op de een of andere manier. Ja. En voor jou was dat voornamelijk dat je dus eigenlijk mensen niet goed kunt lezen? Ik ben er een beetje op een andere manier terechtgekomen, eerlijk gezegd. Okay. Ik heb goed 12 jaar geleden al alles aangeklopt van, het gaat echt niet. Toen werd eerst gezegd van, je bent chronisch depressief. Toen dacht ik, oké. Maar na een aantal jaar begonnen toch weer bepaalde klachten erger te worden. Met name angstklachten. En toen heb ik gezegd van, jongens, we moeten nu wel echt wat uitgebreider gaan kijken. Want hier speelt meer. Mm-hmm. Omdat autisme toch wel in de familie voorkomt, is dat ook wel extra meegenomen. Toen is er gezegd van, je bent gewoon autistisch. Is dat een relief? Kun je daar wat mee? Of is dat zo van, Enerzijds was het niet echt een verrassing natuurlijk. Maar het was wel een goed moment voor mezelf om even weer te kijken van, wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? Mm-hmm. En dan vallen er toch wel kwartjes op het plekje, ja. Ja, dus dat is fijn om te weten. Dat je er toch een label op kunt plakken. Het communiceert ook naar de buitenwereld wat makkelijker. Ja. Dat je zo'n woordje ervoor hebt, ja. Ik noemde even... het idee wat jij hebt gebracht, het Kick-Ass Café, voor mensen met autisme. Ook een café zonder drukte, zonder lawaai. Ja. Is een omgeving als deze, hè, zo'n studio, wat doet dat met je? Of zit je hier gewoon... Die lamp vind ik wel echt... deze, hierboven. Oké, die zien de mensen op de camera niet, maar die is hier. Er is hier een lamp en daar word je een beetje gek van. Ik word er niet een beetje gek van, maar hij is wel heel fel. Ja, precies. Ja. Ja, maar goed, dat ervaart een andere persoon waarschijnlijk ook. Maar wat doet het met je als je dan... Het kan er bij mij wel voor zorgen dat ik de rest van de avond met hoofdpijn zit. Ja. Ja. Ik heb inmiddels geleerd aan de hand van therapie om om te gaan met al dat soort extra prikkels. Maar de gevolgen zijn er alsnog wel. En heel vaak is dat ik gewoon extra moe ben, hoofdpijn heb. Ja, en jij zocht naar een café waarin je dacht, ik wil hier naartoe zonder dat ik aan het eind van de avond niet alleen hoofdpijn heb van de drankjes, maar ook van de omgeving. Precies, ja. Ja. Vooral ook omdat de gewone horeca, als je een kroeg binnenstapt, het is druk, de muziek staat hard, het stinkt naar bier als je pech hebt. Dat zijn een hele hoop prikkels die voor heel veel mensen gewoon een drempel te veel zijn om daadwerkelijk de deur uit te gaan en af te spreken met anderen. Mm-hmm. En
ja, je kan die prikkels gewoon wegnemen of minimaliseren. Mm-hmm. Als je een geschikte ruimte hebt. Dus als jij bijvoorbeeld een avondje aan het stappen bent en je waant je in de wereld van die prikkels, dan ben je de dag daarna niet brak van de alcohol, maar gewoon van alles wat je tot je hebt genomen. Nou moet ik zeggen, ik kan er zelf redelijk goed tegen. Ik vind het juist wel leuk om periodiek die prikkels op te zoeken. Dus eigenlijk te overstimuleren als een uitlaatklep. Maar dat moet ik wel doseren, ja. En als het een tikkeltje te veel is, ja, dan ben ik de volgende dag wel echt gesloopt. Ja. Maar hoe moet ik me dan dit Kick-Ass café voor me zien? Ja. Is het gewoon een normaal café, maar dan zonder muziek? Of wat gebeurt? Wat is allemaal anders? Een van ons teamleden is er vandaag niet bij. Die is liever wat meer achter de schermen actief. Dat is Erik. En die werkt bij een buurtcentrum. En die dacht, ja, daar hebben wij ruimte voor. Laten we eens kijken of we dat op kunnen zetten. Dus het is eigenlijk meer een beetje een woonkamergevoel. Ja, ja. Waar overdags mensen van een wijkteam of van de WMO zitten of van Aliva. En één keer in de maand zitten wij daar 's avonds. Ja. En hoe kwam Madelon er zo bij? Nou, Madelon. Madelon, ja. Vertel. Nou, ik ken Eline al wat langer van een café in het centrum. En ik doe sinds kort de opleiding social work. Mm-hmm. En ik had er wat meegekregen van haar café. En sowieso de doelgroep met autisme, dat trekt mij wel heel erg. Ik merk ook dat ik daar persoonlijk heel veel raakvlakken mee heb. Dus ik heb haar een berichtje gestuurd van, hey, mag ik meedoen? Mm-hmm. En zo geschieden. Ja. En hoe bedoel je zegt persoonlijk raakvlak mee hebben, op welke manier dan? Nou, ik heb zelf dan de diagnose ADD. Dus dat is de ADHD in je hoofd. En qua prikkelverwerking is dat wel heel erg gelijk. Want je moet het zien, een normaal persoon heeft een ingebouwd filter. Die werkt voor alle prikkels om je heen. En dan heb ik het even over wij, neurodiverse mensen, ja. Inderdaad. Daar is dat filter gewoon een beetje anders. Ja. Ik zou zeggen stuk. Stuk of anders. Of en wat Eline zegt, heel veel prikkels kunnen heel heftig zijn. Maar soms ook juist heel extreem veel prikkels. Daarmee sluit je de buitenwereld ook weer af. Ja. Dus dat is dat overstimuleren, waardoor je uiteindelijk toch rustig kan worden. Ja. Dus ja, oké, dit snap ik, die filter die kapot is. Tegelijkertijd, wat ik wel interessant vind om te horen, hè, want is dat je zegt van, nou, ik heb ook last van iets. En dat hangt misschien wel soms al een beetje samen waar Eline last van heeft. De ASS is niet voor niks een spectrum, het is heel breed. Ja. Er vallen allerlei dingen onder, Asperger bijvoorbeeld ook, geloof ik. Hè, en niet, zeg ik dat verkeerd? Correct me if I'm wrong. Officieel, sinds de laatste DSM-update zijn die verschillende namen er niet meer. Wordt er gewoon over één heel spectrum gesproken. Maar goed, wel heel veel verschillende mensen met verschillende behoeften. Ja. En dan vraag ik me af, als je dan zo'n café hebt, hoe zorg je? Want ik vraag mensen om te komen en je geeft ze daar wat ze nodig hebben. Maar dat zijn heel veel verschillende dingen misschien, ja, wel. Hoe ga je daarmee om? Zoals de situatie zich aandient. Je kan het niet van tevoren inschatten. Je weet niet van tevoren wie er gaat komen. Dus je handelt naar gelang de situatie zich voordoet. Ja. Drie cafés zijn er geweest inmiddels. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Hoe is het gegaan? Hoe is het bevallen? Wat zijn de reacties? Nou ja, we hebben eigenlijk niet zo gek veel gedaan. Gewoon mensen uitgenodigd om aan tafel te komen zitten. Wil je koffie, thee? En gewoon een gesprek beginnen met, goh, hoe ben je hier gekomen? Of ze beginnen dan uit zichzelf van, hey, ik zag het op Facebook voorbij komen. Of, gewoon ja, op dezelfde manier als dat jij gewoon met een familielid of met een huisgenoot een gesprek begint. Ja. Maar goed, in een café heb je dan is de muziek soms ook wel iets wat is wat opvullend, zeg maar. Hè? Als het stil is, kan het soms ook wel een beetje ongemakkelijk zijn. Ja, we hebben wel zachtjes muziek aanstaan, maar dat is zachtjes. Ja, precies. Ja. Ja. En de reacties van mensen die komen? Ik weet niet hoeveel dat er inmiddels al zijn. Tot nu toe nog niet zo heel veel. We hebben ook nog niet zo heel veel tijd gestoken in de marketing. Nee. Maar de reacties zijn positief. Als ik nou, want dat vroeg ik me nog af. Ik heb zelf wel eens in een café gezeten dat ik dacht van, kan die muziek wat zachter eventueel? Nee. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen dat denken. Want wat in cafés ook nog gebeurt is dat het naarmate de avond voordat gaat de muziek steeds harder. En dan wordt het op een gegeven moment een discotheek. Nou, ik had zelfs een keer, dat was bij de café en toen zei ik, kan de muziek wat zachter? Zeiden, ja, je bent in een café, hoor. En toen dacht ik, ja, ik ben juist niet in een discotheek omdat ik wil praten met iemand hier. Maar goed, lang verhaal kort, als iemand geen ASS heeft en denkt, ik kom gewoon langs, kan dat?
We vragen niet om bewijs, nee. Dat is ook lastig, denk ik. Maar je zal wel waarschijnlijk wel vrij snel uit, ja, door de mand vallen. Zo van, hey, jij bent geen autist. Mm-hmm. Ja. Maar je bent in principe gewoon welkom, tuurlijk. Ja. Ja. Marlon, wat kun jij bijdragen? Ook of jouw werk of jouw studie als in social work? Wat neem je mee naar de tafel? Nou, ik denk sowieso dat het ook een beetje gaat om mensen hun belevingswereld. Dus ook al heb je misschien niet die stempel ASS, je hebt misschien wel die belevingswereld. En je gaat normaal dagelijks door het leven en je komt eigenlijk niet veel mensen tegen die voelen wat jij voelt, die begrijpen wat jij begrijpt. En dat die optie er dan is om een keer samen te komen met die mensen die zeggen van, oh ja, dat heb ik ook. Dat is al zo'n openbaring voor sommige mensen. En dat is al genoeg ook qua activiteit, qua doen aan de tafel in het café. Maar ben jij dan in dat café ook een soort, bijna een soort sparringpartner voor mensen? Dat je zegt van, of misschien ook wel voor elkaar, hè, dat je met elkaar praat over wat waar je mee zit, waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. Ja, primair. Ja, ja, dat is de hele insteek. Dat eigenlijk is wat het is. Mensen, gelijkgestemden die elkaar ontmoeten. Ervaringen uitwisselen, ja. We doen niet aan begeleiding of zo. Nee. Het moet geen spreekuur zijn. Nee. Duidelijk. Als iemand dit hoort en zegt van, nou ja, ik wil wel eens zien hoe dat gaat. Wanneer, waar, hoe, wat? Nou, het beste kun je ons natuurlijk gewoon volgen op social media. Want dan updaten we ook wanneer de volgende editie het is. Maar de richtlijn is elke voorlaatste vrijdag van de maand. Ik heb in een voorgesprek misschien om tot de afronding te komen, heb ik vernomen dat jullie nu ook meer naar buiten gaan treden. Jullie hebben ook het hulp ingeschakeld van een wijkcoach, wijkbudgetten. Ja. Dus jullie gaan het nu ook grootse aanpakken, zodat je het meer onder de mensen kan brengen. Inderdaad, ja. Oké, dat is sowieso helemaal goed. En ze kunnen jullie dan volgen op welk Facebook-kanaal? Facebook die vindt de afkorting ASS niet zo leuk, want dat is een vies woord. Dus daar heb ik daadwerkelijk Kik Autisme Spectrum Stoornis Café van moeten maken. Op Instagram is het Kik Ass Enschede. En we hebben een website, kickasscafé.com. En als ik niet alleen durf te komen, kan ik dan gewoon ook mensen meenemen? Of, absoluut, je mag een buddy meenemen. Die is ook van harte welkom. Ja, want niet iedereen vindt dat even makkelijk om zomaar naar een nieuwe plek te gaan. Ja. Dus dit, absoluut. Dus het idee is niet elke laatste vrijdag, maar de vrijdag daarvoor. In de Performance Factory in Enschede. Het Kick-Ass Café, leuke naam. Ja. Eline Brouwer en de Madelon Sterk, dank jullie wel. Veel succes en plezier in het Kick-Ass Café. Dank je wel.